Ik ben hier nog 3 jaar mee bezig. Toen het jongetje bij mij begon. Er was een vaststelling dat we net hier in deze streek, maar in Sexy Bierum, Lost in the Greenhouse. Dat we mak in het kader van de culturele hoofdstad 2018. En dit is eigenlijk de legacy, het project Arcadia. Ja. En daar zit daar is dit een van de voorstellingen. De laatste voorstelling, want deze locatie, deze prachtige locatie voor de mensen die al hun radio. Dit is zo'n mooi uitzicht op het IJsselmeer. Dat zou je haast nergens horen, want we staan hier op een klif. Ja. Dus we staan op de hichten. En het uitzicht, dat is eigenlijk ons decor. En ja, met dit decor vertellen wij het verhaal van het verdriet van de Zuiderzee. De Zuiderzee is in 1932, mijn heel zwieren wordt in de restaurant, zeg maar. Het is IJsselmeer worden. Doet het sluitgat in de Oosterdijk dicht te maken is. En dat wie altijd een verhaal van succes en van heldendom. Lely, dat wie ik een persoonlijke held voor mij. Ik vond een geweldige kerel als ik mij de auto, mijn height and man achterin zie het. En hij stier daar uit de Sjen oer het wetter. Vrede, veiligheid, nieuwe verbindingen, nylon. Maar er is eigenlijk nooit stilstaan bij wat er nou de verliers komt van dit hele verhaal. En dat is vanzelfs ik nogal wat. Want alle viskers die hier geen werk meer, Ilex, de hele cultuur die daar onhingend is verdoen. En de natuur had ik nogal een opdonder kregen, om het maar een beetje eufemistisch te zeggen. Is er een verhaallijn? Er zijn 3 figuren die ben heel belangrijk voor het stuk. Dat zijn 2 broeren die het hier in Oude Meer dan ik werkelijk leven hebben. Dat zijn Inneminnes en Minneminnes. En die 2 broeren, in dit stuk krijgen ze eigenlijk een groot conflict en dat is de dijk. En de dijk wordt gepropageerd door een famke, Grietje Boskop. Dat is ook een historische figuur, dat wie de eerste vrouw die het oer de Oosterdijk haar step set had. En deze figuren die broek ik eigenlijk om een grutter verhaal te vertellen van wat dit er nou met die fiskus gebeurt. Wat binnen gevolgen daarvan ont de die van Joer tot aan. Ik zie haar weet precies de richting van rood en goud, van licht. De wormpjes, de kevers, de luizen, de larven.